Er loopt iemand door de stad. Hij is alleen, maar niet eenzaam, anders zou die glimlach niet om zijn mond liggen. Ondanks de kou loopt hij langzaam en zijn ogen zijn neergeslagen alsof hij iets zoekt. Hij zoekt ook iets en hij zoekt de weg naar wat vroeger was. Herkent ge hem? Hij is één uit velen. Uit velen van voordat wij geboren werden. Uit velen van nu. Uit velen van morgen en van over 100 jaar. Hij heeft hier gestudeerd. Sindsdien zijn er vele jaren voorbij gegaan. En nu heeft zijn weg hem opnieuw naar Utrecht gevoerd. Zonder aandacht voor de sneeuw en de kou dwaalt hij door de stad. Speurend naar wat hem vertrouwd is uit zijn studententijd. Ja, dit is nog altijd de drift. Maar toch niet helemaal dezelfde van vroeger. Onwillekeurig denkt hij aan het verleden als aan een barok schilderij. Een weelde van vormen en beweging en kleur. Hij weet natuurlijk dat zulke een voorstelling dwaasheid is. Alles is zoals toen en toch heel anders. Eender en anders. Eender en anders. Eender en toch anders. Maar ineens is er iets dat zijn aandacht trekt. Onder het kijken is het alsof hij verandert. Zijn glimlach is niet weemoedig meer. Hij ziet eruit alsof hij er weer bij hoort. Want hij heeft zichzelf herkend zoals hij was 30 jaar geleden. Het waren anderen, maar het was toch weer hij. Het was anders. Maar toch weer eender. Anders. En eender. Anders. En toch eender. De deur is dichtgeslagen. Maar zijn gedachten volgen de drie studenten, volgen hemzelf, naar binnen. In dat stuk van wat nog altijd zijn universiteit is, anders en toch eender. Hij is verder gewandeld.
Onwillekeurig heeft hij de stille straten gezocht waar ook de tijd niet zoveel haast heeft gehad en waar dus het eender sterker is gebleven dan het anders. Zelfs de sneeuw doet hier aan als vertrouwd. Hij kijkt of hij iets teruggevonden heeft dat hem lief was en heel vertrouwd. Heeft hier vroeger misschien een vriend van hem gewoond? Of heeft hij hier misschien zelf zijn kamer gehad? Het was nu een jaar dat hij zijn intrek nam boven het vredig makelaarskantoor dat op de hoek tussen twee grachten ligt, aan het plein dat als een zeester in het zand zijn schachten uitzendt in de mijn der stad. Recht ziet zijn raam het krimpende gelid der smalle bruggen de verbinding slaan naar feodale deuren. Een huizenrij die met zijn kelders in het water staat. Links raakt het scherend zoeklicht van zijn blik de top der bomen die geworteld staan in de verzakte werven van de gracht. En als een lege krater ligt het plein. Hij loopt verder, zonder te weten waarheen. Hij volgt de richting van het eender. Hij volgt de gracht. Het dode water slaapt in het bronzen bed tussen de werven nog. Meneer promovendus, wij zullen het hierbij moeten laten. Ik heb deze opmerkingen gemaakt niet zozeer om kritiek uit te oefenen op uw zo belangrijke en mijnzins voortreffelijke werk, maar meer om u een blijk van mijn belangstelling te geven. Ik dank u voor uw toelichting. De senaat trekt zich terug om te beraadslagen. Ja, ja. Universiteit en maatschappij in één verband. Hora est. Eender en anders, anders en eender. Eender en anders, anders, anders. Eender en anders. Nou ja, eender en anders. Steeds dezelfde type. Kijk, de dwaallichtjes. Niet gek. Je zou bijna zeggen dat je precies wist wat ze zoeken. Ja, ja, ik zit hier. Hoe heet dat rechtse kind ook weer? En moet u eens horen, de eeuwige fluistercampagnes. Natuurlijk op strikt wetenschappelijk niveau. En de toffiekluivers. Vondel of Shakespeare met karamelsmaak. Oei, 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 oei. Je moet toch maar zien dat je ze alle vijf bij elkaar houdt. Juist, zoals ik al dacht. Een snuffelaar. Altijd met zijn neus in de boeken. Oh, zo hoort het zeker. Nee, niemand heeft het gezien. Ah, goed zo. Oh, dat werkt aanstekelijk. Oh. Of het examen. Altijd diezelfde spanning bij de wachtende vrienden. Henk, hoe was het? Ach, die rottekst. Dat heeft Gink nog helemaal niet behandeld. Zeg, wat was het? Nee, zaken weg natuurlijk weer. Ja, maar dat wist je toch wel? Nou ja, goed, dat wist ik wel.
En nou, dan loopt het ook zo vaak niet. Ja. Ja, dat zat er nu al 3 keer in. Maar dringt dat nu ook door tot het hoogste college, de curatoren? Ach nee, de curatoren houden zich bezig met het algemeen bestuur van de hele universiteit. Zij moeten besluiten nemen over de financiën, het plaatsen van gebouwen en zoveel andere belangrijke dingen. De curatoren, wie als secretaris meester der tombe, de vitale schakel met het universitaire leven vormt. Die curatoren hebben juist voor gevallen als het mijne het bureau studentenbelangen ingesteld. Want als je tegenwoordig als student met moeilijkheden zit, dan weet je dat je altijd terecht kunt op het bureau studentenbelang. In een gesprek met mejuffrouw van Landschot wordt wellicht duidelijk wat je te doen staat. Ja, dat bureau studentenbelangen, wat doen ze niet allemaal? De beurzencommissie voor de financiële hulp. En het universiteitshuis, waar naast het Bureau voor Studentenarbeidsbemiddeling en het Kamerbureau toch bovenal de gesubsidieerde maaltijden op de Mensa ons helpen. Alleen de dunne gouden ring der wijzerplaat, een roerloos rad dat in het hart staat van het zwarte niets. De windroos van de tijd als een rozet tegen het dof fluweel der eeuwigheid. Voor het laatst loopt hij door de stad. Zijn heesheid is weg, zijn hart voelt zich jong. Zijn stap is veerkrachtig als 30 jaar geleden. Hij hoort die in de stilte opklinken als toen. Hij hoort het carillon van de dom en hij wacht op de klokslag zoals hij toen wacht op de toekomst. Ongeduldig, met een kleine prikkeling van overmoed. Doelbewust kiest hij zijn weg en gaat naar het station. Hij gaat naar huis, naar zijn gezin. Naar zijn werk van iedere dag, maar ook naar de toekomst. Gaat hij zonder weemoed,
Al laat hij opnieuw zijn verleden achter in de stad van zijn studentenjaren, de stad van zijn universiteit. Hij wacht op het vertrek van zijn trein. Een paar minuten nog. Maar een paar minuten kunnen rijk zijn. Hij denkt terug aan zijn dag. Hij ziet weer wat hem onbewust het meest getroffen heeft. Hij ziet weer de jonge gestalten. De oude vrienden. De handen. Zolang de geestdrift om de ruimten spant, een firmament van intellect en droom. Zolang de geestdrift om de ruimte spant, een firmament van intellect en droom. Dat is een voorwaarde, maar het is ook een visioen. En het is ook geloof.